een der meest attractievolle wedstrijden. Het Gestion Copa Amsterdam toernooi voor het tweede keer in het Olympisch Stadion. Wat is er zo bijzonder aan het Gestion Copa Amsterdam toernooi? Nou, het is natuurlijk een jaar of 6, 7 geleden begonnen. Het was een voortzetting van het Blauw-Wit toernooi, wat in het verleden een fantastisch georganiseerd toernooi was hier op de Bijvelden. En toen zijn we teruggegaan naar Blauw-Wit. Maar eigenlijk is dit natuurlijk uniek. Dit stadion, een Olympisch stadion van 1928. Dus om hier te spelen, en zoals we het hier nu aangekleed hebben met al die noodtribunes eromheen. En vorig jaar was het al fantastisch. En je bent natuurlijk altijd wel een beetje afhankelijk van het weer. Als het weer een beetje meevalt, dan denk ik dat er de komende 2,5 dag weer 15.000 mensen zitten. En dat is er uniek aan. En omdat je heel veel internationale ploegen toch hierheen krijgt. En wat is het speciale voor een speler om hier te spelen? Kun je dat een beetje verwoorden? Wat is bijzonder aan het... Nou, probeer je voor te stellen dat jij in Italië of in Spanje woont. En je bent tussen de 16 en 19. En je kan er bij een internationaal toernooi spelen hier in Amsterdam. Wat natuurlijk op zich een stad is wat veel jonge mensen aantrekt. Maar waar ook Ajax meedoet. Dan is dat voor dat soort spelers is het ook meteen een podium. Als ze echt goed zijn. Om op een gegeven moment zich te presenteren.